Superleuk dat jullie allemaal weer kijken vandaag. Jullie gaan dadelijk lekker bewegen met Anke en Jan Wouter van Bijzonder in Beweging. Bijzonder in Beweging biedt 45 beweegactiviteiten in heel Limburg aan per week. Ik ga jullie eerst vertellen wie ik ben. Ik ben Chantal Bos, de regioconsulente van Iedereen kan sporten. Heb je een vraag over sporten en bewegen met een beperking? Of loop je ergens tegenaan? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens komen hieronder in beeld. Ik wens jullie heel veel plezier. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Bijzonder in Beweging. Dit is aflevering 9 met Anke en Jan Wouter. We gaan trainen, we gaan beginnen met de warming-up. Let's go! Goed, we gaan beginnen. De warming-up, rustig aan staan, een beetje spreid staan met de benen. En we gaan eigenlijk beginnen een stukje boksen. Dus, dat hebben we vaker gedaan, hebben jullie geleerd. Denk eraan, naar voren stoten, links en rechts. Gewoon eens even bewegen. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We gaan eigenlijk wisselen met een beetje lopen ertussen. Boksen met lopen. Ja? En dan gaan we weer boksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan gaan we weer een beetje lopen. Rechts, links. Doen we nog een keer en boksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan gaan we weer lopen. En weer boksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laatste keer lopen. Oké, en rust. Goed, dat was de eerste. We houden het even bij boksen, maar er komt een andere oefening bij, dus we gaan het wat moeilijker maken. We gaan boksen, links, rechts stoten en vervolgens zakken we door de benen en dan maken we een squat. Ja? Als je zit, dan ga je staan. Als je staat, raak je een squat naar beneden. Ja? We gaan beginnen met boksen. 3, 2, 1, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En we maken een squat. Hoppakee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En we maken een buiging met de benen en dan gaan we nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En doen we nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de laatste. Doe nog eentje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de laatste buiging. Ja, oké. Okay. We beginnen al een beetje warmer te krijgen. We pakken ons denkbeeldig touwtje. Ja, pak hem even bij je. Je duwt hem achter je. En we gaan eigenlijk touwtje springen. Rustig aan, hoeft niet snel. Gewoon rustig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. En kijk naar mijn voeten, dus ik ga rustig. Kom maar zo'n klein beetje van de grond. Yes, doen we nog een keer. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even uit, arm even uitzwaaien. Doe nog één keertje. De laatste met het touwtje. 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, gooi de touwtje maar langs de kant. Looppas. We doen nog een beetje met de benen. Looppas is armen goed mee bewegen. Dus de armen gaan mee naar voren en de knieën goed omhoog. Doe maar mee. Denk aan dat je rechtop moet staan. Mag ook de armen rustig langs je lichaam laten gaan. Nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Oké, goed.
volgende iets moeilijker. Knieheffen. We gaan rechts. Links. Rechts. Links. We doen hem één keer langzaam. En één keer snel. We beginnen met de langzame. Ja, 10 keer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kijk of je het kan. Hè? Nu doen we iets sneller. Ja? Doe het één keer voor. Snel. Gaat eigenlijk. Ja? Gaan we eens proberen. 3, 2, 1. En go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan die nog sneller? We gaan proberen. Daar gaan we. 3, 2, 1. En go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zou die nog sneller kunnen? Proberen. 3, 2, 1. De laatste. Kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Goed. Dit was de warming-up. We gaan door. Vorige keer hebben we een beetje uitgelegd wat bulk betekent. Bulk betekent balans, uithoudingsvermogen, lenigheid en kracht. Die vier thema's gaan we ook weer behandelen. Yes? Doe je mee? De B van balans. Daar gaan we. We beginnen. Daar zijn we eigenlijk net ook bij de warming-up mee begonnen. Maar dan knieheffen. We proberen de knie rustig rechts en links omhoog te zetten. Het is eigenlijk slow motion. Hè? Dus heel rustig rechts omhoog en weer terug. Je mag ook de handen, hè? Zijwaarts. Doe je links omhoog en terug. Dus je moet je balans een beetje wisselen van rechts naar links. Goed zo. Anke noemde net de flamingo stand. Hè? Mooie vleugels op één been. Laatste, links. En de laatste, rechts. Okay. Proberen we op 10 seconden op het linkerbeen te staan. Hetzelfde stand. Dus we doen de armen weer wijd. 10 seconden op links. 3, 2, 1. Rechts gaat omhoog. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan wisselen op het rechterbeen. Armen gespreid, linkerbeen omhoog. En daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed. We gaan eigenlijk wat spreidstand staan. En we gaan op de tenen staan. Ja? Je hebt 5 tenen links gekregen, 5 tenen rechts. Die gaan we gebruiken. Ja, dus je gaat op de tenen proberen vast te houden. 5, 4, 3, 2, 1. En weer ontspannen. Even uitgooien. Doen we nog een keer. 5 seconden op de tenen. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. En we zakken. Even wat uitlopen. Doen we nog een keer. Doen we nog 2 keer. 1, 2, 3, 4, 5. En weer uitlopen. En nog een keer laatste. 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, goed. We gaan even de tenen. De tenen gaan even omhoog. Als het goed is voel je het een beetje trekking in je kuit. Dus wat je probeert te doen is op je hakken staan. Ja? Denk eraan dat je niet naar achter valt. Dus je probeert een beetje. Ja, tenen omhoog te drukken. Ja, een beetje wiebelen. Van de voor naar de tenen naar de hak. Hak is de achterkant, tenen zitten aan de voorkant. Even wisselen. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Oké, goed. Naar de volgende. Ook een stukje balans weer. Waan je in het circus, je staat hoog in het trapeze. Je ziet een touw, we gaan koordansen. Dus je zet rechts voor,
en je plakt eigenlijk de linkse erachter. Dus je moet proberen op één lijn te blijven staan. De handen mogen naar de zijkant, armen wijd, hou vast. 5, 4, 3, 2, 1. En dan ga je weer terug staan. Probeer de linkervoet voor en de rechtervoet tegen de hak aan. Dus op één lijn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Oké, goed. Gooi je benen een beetje los. Een beetje losgooien. Dat doen we ook weer om een beetje bloed te pompen in de benen. Oké, de laatste. Schaatsen. Even 30 seconden schaatsen. Handen op de rug. We gaan eigenlijk van rechts. Tik. Links. Tik. Rechts. Tik gewoon langzaamaan. 20 seconden. Hou vol, hou vol. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed zo. Goed, dat was de B van balans. We gaan naar de U van uithangsvermogen. Let's go. We gaan door met boksen. We gaan eigenlijk staan. Een beetje spreidstand. We hebben bij de warming ook al een beetje gebokst. Maar nu gaan we iets meer het hart laten pompen. Dus we gaan iets sneller. Ja? We gaan eigenlijk links-rechts, wat we net rustig hebben gedaan, gaan we nou iets sneller. Ja, dit tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tot 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, even wapperen met de armen. Doe nog een keer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oké. Nu gaan we een combinatie maken. Dus we gaan rechtdoor, rechtdoor. En we doen een hoek en een hoek. Ja? Dus we gaan tik, tik, hoek, hoek. Tik naar voren, links, rechts. Tik naar voren, links, rechts. Ja? Dat was de oefening. En nu gaan we even die echtje. Daar gaan we. 3, 2, 1, go. Ik, tik, hoek, hoek. Tik, tik, hoek, hoek. Tik, tik, hoek, hoek. Voor, voor, zijwaarts, zijwaarts. Hoek. Yes. Links, rechts. Hou vol. Hou vol. Even doorzetten. Tik. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Hop, hop. Dan voel je dat wat meer in je schouders. Hè? Even uitdraaien. Oké, goed. We gaan naar de volgende. Dus rennen. Een beetje rustig joggen. Niet rennen, niet sprinten. Hè. Rustig joggen op de plaats. Een beetje afwisselen. En die gaan wij eigenlijk afwisselen met twee hoeken. Dus dat betekent tik, tik. En dan gaan we weer 10 seconden rennen. Ja? 10 seconden. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 en tik, tik. En weer 10 seconden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kom je armen weer. Tik, tik. En nog een keer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan komt u weer. Tik, tik. Nog een keer. Laatste. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tik, tik. Oké, even uitdraaien. Ik kan even met de schouders draaien. Denk aan dat je moet ademen. Neus in, mond uit. Maak je maar eens even lang. Goed door de neus in. Door de mond uit. Oké, dan gaan we door. Goed, en we beginnen nog even gedaan. We pakken het touwtje weer erbij. Touwtje hou je vast, links, rechts. Achter je gooien. En dan gaan we touwtje springen. Ja?
Je hoeft eigenlijk rustig te veren. Je hoeft niet per se te springen. Als je last van je knieën hebt, kan je ook gewoon veren met de hakken van de grond. Ja? Wie kan springen, die doet licht een sprongetje. Daar gaan we. 10 keer. 3, 2, maar het tempo gaat wat hoger. 1, en go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even rusten. We gaan steeds iets sneller, hè? En dan gaan we. 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even rusten. En dan gaan we nog iets sneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even rusten. En nog iets sneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En de laatste op zijn allersnelste. We kijken wat je kan. 3, 2, 1 en go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, goed zo. Goed. Gooi het touwtje langs de kant. En dan gaan we door. De hoofd, schouders, knie en teen, die kennen we allemaal. Dus je gaat hoofd, schouders, knie en de tenen. Meestal is hij wat langzaam, maar we doen het nog wat sneller. Dus je krijgt tik, 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 hop. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Doe maar mee. Tik, tik, tik. Goed zo. Doe maar mee. Nog 5 keer. Nog 4 keer. Nog 3. Nog 2. En 1. Oké. Goed. We maken hem 1 keer moeilijk. Als we zo doen. Hoofd, schouders, knie. En je gaat eigenlijk zakken. Teen. We gaan iets meer de benen erbij gebruiken. We doen hem 5 keer. Ja? Als je in de stoel zit, dan probeer je in plaats van dat je zakt, probeer je te staan. Ja? Kijk of dat lukt. 3, 2, 1, 5 keer. Hoofd, schouders, knie en weer terug. Hoofd, schouders, knie en weer terug. Hoofd, schouders, knie. Dat is nummertje 3. Hoofd, schouders, knie. Dat is nummertje 4 en de laatste. Oké, goed. Laatste doen we even alles geven. Dus we gaan een beetje dribbelen. Een beetje dribbelen. Je mag de armen meepakken. Maar we gaan een beetje van looppas gaan we naar rennen. We zijn al wat warm, dus we kunnen wat meer. En we gaan langzaam even een sprintje zetten. 5 seconden sprinten. Dan doen we dit. Even aanzetten. Yes. 3, 2, 1. 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. En weer rustig. Denk aan ademen. Neus in, mond uit. Gaan we weer 5 seconden. 3, 2, sprinten. En go. Hop, 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 hop. 3, 2, 1. En weer rustig. Laatste. Allerlaatste. 3, 2, 1 en de laatste. Go, 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 go. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oké. Goed, dat was hem. We hebben de warming-up gehad, we hadden de balans gehad, we hebben uithangsvermogen gehad. En nu gaan we naar de L van lenigheid toe. We beginnen met de lenigheid met de schouders. Dus de schouders omhoog en de schouders omlaag. Dus een beetje van, ik weet het niet, hè? En weer terug. Doe omhoog. En weer terug. En omhoog. En weer terug. Nog een keer. Omhoog. En weer terug. Dan gaan we het moeilijker maken. Gaan we draaien. Dus we gaan eigenlijk draaien met de schouders. Van voor naar achter. Voor en achter. Probeer ook eens de andere kant. Van achter naar voor. Probeer eens 1 rechter omhoog, rechts omhoog, links omhoog, wisselen, rechts, links. Oké, doen we 1 arm strekken. En dan pakken we eigenlijk de elleboog vast
en die trek je eigenlijk naar je toe. Vroeger was het de olifant en dan pakte je neus vast. Andere kant. Oké, doen we even kietelen in de nek. Dus achter. Probeer zo ver mogelijk van de nek naar de rug. Doe even met rechts. Andere kant, links. En we proberen even onder. Onder. En de andere kant. Links. Oké. Goed. We gaan eigenlijk de benen, de bovenbenen, gaan we even rekken. Wat we kunnen doen, is eigenlijk zakken. Dus je kijkt eigenlijk zakken, 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 zakken. En even blijven zitten. Ja? Als je op de stoel zit, kan je eigenlijk de knieën naar jezelf toe trekken. Beide knieën of eentje. En even terug. Doe nog een keertje. Zakken, 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 zakken. En weer terug. Oké. Andere oefening. Je kan de muur vastpakken of een buddy die naast je staat. En dan probeer op één been te staan. En je gaat eigenlijk de knie. Probeer bij je enkel te pakken. En die hou je even vast. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En dan wisselen. Heel langzaam. Knie naar de enkel. Het helpt vaker om even een vast punt op de vloer te pakken waar je naar kijkt. Of eigenlijk naar voren. Vaker als je om je heen blijft kijken, dan ga je vallen. Doen we nog één keer rechts. En één keer links. Oké, goed. We gaan weer een beetje spreidstand staan. Belangrijk hierbij bij de volgende oefening is eigenlijk dat je rechtop blijft staan. Dus niet met een bolle rug, maar zorgen dat je borst vooruit rechtop staat. Ja? We gaan proberen te draaien. Rechts, dus even kijken wie er achter je staat. En links. Gewoon even langzaam. Rechts. En links. Nog een keer. Rechts. En links. Die doen we even wat sneller. Ja, dus we draaien wat sneller. 1, 2, 3, 4. We gaan tot 10. 5, 6, 7, 8. 9 en 10. Oké, goed. We gaan nu ook even opzij. Dus wat we doen, is eigenlijk de handen in de zij. En we gaan even een lichte buiging naar links. En een buiging naar rechts. En even naar voren. En een heel klein beetje naar achter. En dan kunnen we een mooi liedje maken. Van voor naar achter. Van links naar rechts. Voor, achter. Niet te snel, want dan worden we heel duizelig. Hè? Nog één keer laatste. Voor, achter. En links. En rechts. Oké, goed. De volgende is eigenlijk als je probeert te gaan zitten. Als je in de stoel zit, dan probeer je nog eens een keer van je knie. Maar dan probeer je nou eigenlijk je enkel. Trek. Anke doet dus voor. Ja, dat is een hele moeilijke. Ja? Dus je probeert in eerste instantie de knie en dan zak je langzaam door proberen te wandelen naar de enkel. Ja? Ik kan hem staan doen, maar het is makkelijker als je gaat zitten. Dus ik ga er even bij zitten. Ja? Oké, goed. We gaan proberen deze houding aan te nemen, kleermaker zit. Dus je gaat even gewoon zitten. Dus wat je kan doen is je gaat van deze positie waar je eigenlijk zit. Probeer je eigenlijk de voeten een beetje naar je toe te trekken. Dus nog een keer van deze positie strekken. Probeer weer de voeten naar binnen te krijgen. Doen we nog een keertje.
1. En weer naar binnen. Zitten. Zullen we nog een keertje doen? Laatste. 1. 2. En weer naar binnen. En weer naar binnen. Oké. Goed. Dan ga ik weer staan. Goed. We gaan even het hoofd, de nek, gaan we even rekken. Dan doen we even ook even naar links buigen. En naar rechts. Nog een keer naar links. En naar rechts. Even naar voren. En even omhoog. Nog een keer links. En rechts. En voor. En achter. Oké, super. Goed gedaan. We hebben de warming-up gehad, we hebben balans gehad, we hebben uithangingsvermogen gehad, we hebben lenigheid gehad. Van de bulk eindigt nu de kracht. Dus we gaan de kracht doen. We gaan beginnen met de squats. Dat is een moeilijke naam. Ze zijn ook weer gewoon kniebuigingen noemen, is dat in makkelijke termen. Dus we doen de kniebuigingen. Armen gaan naar voren. En we gaan langzaam zakken door de knieën. En weer terug. Inderdaad, als je zit, hè, dan ga je proberen te staan en te zitten. Proberen niet helemaal te gaan zitten, maar even de stoel aan te raken en dan gelijk weer proberen omhoog te komen. Yes, daar gaan we. 1. En terug. 2. Terug. 3. Terug. 4. We gaan tot 10. 5. 6. En 7. En blijven lachen, hè? Kom op. 8. Hoppakee. 9. En de laatste. 10. En die voel je al een beetje branden in je benen. Maar niet goed genoeg. Dus we doen het nog een keer. Ja? Armen gaan naar voren. In 3, 2, 1. En dan gaan we. 1. Hop. 2. Hop. 3. Doe mee, hè? Kom op. 4. 5. 6. 7. 8. Laatste 2. 9. En 10. Heel goed. Goed. We gaan hem ik zei niet moeilijker maken, maar hij is iets lastiger. Dus toch moeilijk. Handen gaan naar voren en we gaan zakken. En het moeilijkste is dat we 5 seconden aanhouden. Ja? Dus we gaan langzaam zakken, 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 zakken. En 5 seconden aanhouden. Ja? 3, 2, 1. En dan gaan we zakken, zakken, zakken. 5, 4, 3, 2, 1. En weer terug. Doe nog een keer. Zakken, 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 zakken. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Snel alsof je op de wc moet gaan zitten. Hè? Nog een keer. Mag eventueel handen op de knieën. 5, 4, 3, 2, 1. En weer terug. De laatste keer. 3, 2, 1. En zakken, zakken, zakken. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. Oké. Goed. We gaan door met de kuiten. Die zitten achter je benen, onder. En we hebben net eigenlijk met de lenigheid, of in ieder geval met de balans geoefend, dat we eigenlijk op de tenen blijven staan. Alleen nu gaan we eigenlijk proberen meer hun kracht te gebruiken, de kuiten. Ja? Dus we gaan het 20 keer doen. 3, 2, 1. En go. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 op de tenen, 8, 9, 10 tot 20. Hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, even uitlopen. 20 stuks. 3, 2, 1, en go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. Oké. Dat voel je branden in de kuiten. Dus we doen even uitlopen.
Oké. Op het begin hebben we het boksen gehad. We gaan eigenlijk iets meer door de benen staan. Dus we gaan een beetje buigen door de benen. En wat we gaan doen is eigenlijk de twee armen, die hou je eigenlijk gestrekt. En wat we gaan doen is rechts bewegen en links bewegen. Dit is nog heel langzaam, rechts en links, maar die gaan we wat sneller doen. Ja, we doen het 10 keer snel. Anke en ik doen hem even voor, je mag meedoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Even uitwapperen. En doen wat sneller. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Even uitwapperen. Nog een keer. Laatste. 3, 2, 1. Op. Links, rechts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Oké. Goed. De schouders. We maken eigenlijk twee vleugels. En we gaan het enige wat we doen is eigenlijk rondjes draaien. Rondjes draaien met de armen opzij. En die houden we even vol. Dat is best lastig. Nu is het nog makkelijk. Maar als we hem even aanvoelen, dan voel je hem wat in de schouders. Voel je hem wat trekken. Hou vol, hè. Nu zal je hem wat meer gaan voelen. Even doorbijten. Laatste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. We doen nog één keertje. 3, 2, 1. Handen opzij en rondjes draaien. Kom op. Iedereen doet mee, hè? Thuis meedoen. Begeleiders meedoen. Iedereen mag meedoen. Hou vol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspannen. Oké. Goed. We hebben warming-up gehad. We hebben balans gehad. Uitgangsmogen, lenigheid, kracht. De laatste is nog. We sluiten af met cooling down. Is rustig. We gaan even uitwandelen. Net of je lekker buiten even wandelt. Even los. Oké, even rustig draaien. Mag de arm even slap maken. Dat je even om je as draait. Rondzwaait. Links. Rechts. Links. Oké, het hoofd. Doe even naar links. Naar rechts. Naar boven kijken. En naar beneden. Rustig een rondje draaien. Oké. Dan even de vingers in elkaar even losdraaien. Denk even het makkelijkste is even ademhalen. Goed door de neus. Goed door die mond uit. Dan kom je zelf weer in rust. Oké. Goed. Hey jongens, goed meegedaan. Super bedankt. Tot volgende week.